We hebben de afgelopen 6 dagen hebben we 2 beproevingen, fases van beproevingen gezien, waar we doorheen moeten op weg naar God. 2 nachten. We hebben allereerst in hoofdstuk 17 en 18 hebben we de nacht van de zintuigelijke ziel gezien, beschreven door het symbool van de val van Babylon. En daarna hebben we 3 dagen de nacht van niet de zintuigelijke ziel, maar de redelijke ziel hebben we gezien. De nacht van het geloof. En daarvoor hebben we hoofdstuk 19 gelezen, waarin we een mystieke visie, een mystiek licht zien dat ons de Eucharistie en de betekenis van de Eucharistie, de Heilige Mis, beter doet begrijpen. Nu komen we binnen in de derde fase, of de derde fase van beproevingen, de derde nacht, namelijk wat je zou kunnen noemen de nacht van de geest. We krijgen 3 ultieme beproevingen, waarin we eigenlijk samen met Christus zijn in die laatste nacht in het graf. De nacht die eindigt met de verrijzenis van Christus. Na de nacht van de zintuigelijke ziel, na de nacht van de verstandelijke ziel, krijgen we nu de nacht van de geest. De nacht van de geest in ons, die ons mee wil nemen naar Christus. De nacht waarin God ons steeds meer probeert aan te passen aan waar de mensenzoon naar verlangt. Misschien wel de moeilijkste nacht om te beschrijven, de nacht van de geest. Maar we zien in de komende 3 dagen dat het eigenlijk gaat over 3 ultieme beproevingen. Allereerst de beproeving van het geloof, ten tweede de ultieme beproeving van de hoop en uiteindelijk de ultieme beproeving van de radicale naasteliefde. En vandaag, dag 83, kijken we naar die beproeving van het geloof. 1000 jaar lang, door het geloof, en dat lezen we, kunnen we dus de engel opsluiten, althans wordt voor ons door God de duivel opgesloten 1000 jaar lang, door een engel die een ketting in zijn hand heeft en een sleutel. En ik als katholiek vind het helemaal niet moeilijk om die sleutels en die ketting direct te identificeren als onze band met Petrus en de rozenkrans. Petrus, die in zijn taak degene is die de waarheid van het geloof garandeert, die ervoor zorgt, dat is zijn taak, om het geloof zo zuiver mogelijk door te geven aan de volgende generatie. Hij is degene die als het ware met zijn sleutels onze relatie met Christus waarborgt. Alles hangt natuurlijk van onszelf af, of wij Christus kiezen of niet. We hebben zeker een eigen verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid wordt gesteund, ondersteund, wordt gefaciliteerd door Petrus en zijn opvolgers, die ons het geloof zo zuiver mogelijk en zo duidelijk mogelijk moeten proberen over te dragen. En de rozenkrans, dat spreekt vanzelf, het eenvoudige gebed voor iedereen in de kerk, zowel de eenvoudige als de gecompliceerde, zal ik maar zeggen, in ieder geval de eenvoudige en ook de hooggeplaatste. Zowel die gehoorzaamheid aan de geloofsleer, het magisterium, als het bidden van de rozenkrans, dat zijn krachten waarmee we het kwaad kunnen beheersen. Waarmee we ons geloof zuiver en eenvoudig kunnen houden.
En dat geeft ons een verantwoordelijkheid over de wereld. Het geeft ons een verantwoordelijkheid, zoals we in de lezing zullen zien, die we delen met de martelaren, met alle die voor het geloof hun leven hebben gegeven. Tot het einde van de wereld moeten wij proberen verantwoordelijk te zijn, zo verantwoordelijk mogelijk te leven, voor die band tussen de eeuwigheid en de tijdelijke wereld. Dat zijn die 1000 jaren. Dat zijn geen letterlijke 1000 jaren dat het allemaal goed zal gaan in deze wereld. Maar het is vooral het symbool voor een tijd die tegelijkertijd ook de eeuwigheid in zich heeft. Of andersom, de eeuwigheid die neerdaalt naar de tijdigheid. Het is een belangrijke taak voor ons en we zullen er ook in beproefd worden om ons geloof tijdens ons leven steeds zuiverder, steeds eenvoudiger te maken en ook dus ook een steeds duidelijker onderscheid te maken in ons leven tussen wat van God komt, wat van ons komt, wat onze wil is en wat de wil van God is.